Afro Tros heeft besloten om de disqualificatie van Joost Klein tijdens het Eurovisie Songfestival te laten rusten, maar het lijkt erop dat Joost zelf andere plannen heeft. Hij overweegt serieus om aangifte te doen tegen de EBU, de organisator van het Songfestival. In mij stond Joost Klein nog stralend op het podium van het Eurovisie Songfestival, maar zijn deelname eindigde abrupt na een vermeende dreigende beweging richting een cameravrouw. Joost werd zonder verdere uitleg van het podium gehaald en uit de competitie gezet. Wat precies heeft plaatsgevonden, blijft onduidelijk, maar de gevolgen waren ingrijpend. Joost was uit de show gezet zonder pardon. Gelukkig voor Joost oordeelde het Zweedse Openbaar Ministerie dat er geen reden was om hem te vervolgen. De openbaar aanklager concludeerde dat het incident zo snel voorbij was dat er geen sprake kon zijn van ernstige angst. Hoewel het incident zelf nog steeds omgeven is door mysterie, hoeft Joost zich geen zorgen te maken over een rechtszaak. De zaak werd dus afgedaan zonder verdere vervolging. Gerard Spong, Joost Kleins advocaat, heeft inmiddels zijn pijlen gericht op de EBU. Volgens hem is het een smadelijke aantijging dat de EBU blijft volhouden dat Joost iets had gedaan wat de disqualificatie rechtvaardige, terwijl er geen bewijs voor was gevonden door het Zweedse OM. Spong heeft zelfs gesuggereerd dat Afrotros aangifte van Smaat zou kunnen overwegen. Afrotros heeft echter aangegeven hier niet voor te voelen. We kunnen niet terugdraaien wat er is gebeurd, verklaart Afrotros. We willen geen wraak nemen of winst behalen. Ons doel is om het Eurovisie Songfestival weer een feest te maken. De omroep streeft ernaar om met de EBU om tafel te gaan om te bespreken hoe de situatie zo uit de hand heeft kunnen lopen. Ze hopen dat de EBU inziet dat er serieuze veranderingen nodig zijn om een betere ervaring te garanderen voor alle deelnemende landen. Afrotros heeft aangegeven geen aangifte te willen doen en liever een constructief gesprek met de EBU wil aangaan. Ze hopen dat een goede dialoog hen voldoende vertrouwen geeft om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan het Songfestival. Als het gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, overweegt Afrotros zelfs of deelname volgend jaar nog wel zinvol is. We hebben vanaf het begin gezegd dat er echt dingen moeten veranderen. Nu is het aan de EBU om ons die reden te geven, al dus de omroep. Terwijl Afrotros zich richt op een diplomatiek gesprek, lijkt Joost Klein het er niet mee eens te zijn. Joost is natuurlijk de aangewezen persoon om eventueel aangifte te doen. Ik heb contact gehad met zijn management en we zullen de mogelijkheden overwegen. Lied Spong weten aan Show News. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Joost daadwerkelijk aangifte zal doen, vooral omdat hij volgend jaar weer graag zou willen deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Een juridische strijd zou immers zijn kans op deelname kunnen verkleinen. Mogelijk eist hij gewoon zijn hernieuwde deelname op als compromis. Waarom zou je immers blijven hangen in conflicten als je ook weer de spotlights kunt opzoeken?